Zo hebben we eens een keertje een vliegtuig gezeten naast zijn holboeren, zou ik maar zeggen. In dit geval was zijn hol zijn boek. Ze zat in een boek te lezen. Dat was natuurlijk hartstikke saai, want ik kon lekker kletsen. Maar ja, daar zit dan zo'n holboeren naast je, die alleen maar in dat boek kan kijken. En op een gegeven moment dan zegt hij zijn dagvoerder. Dan zeg ik, vlieg op dit moment boven België, boven Brussel, als je naar beneden kijkt, dan ziet u het atomium. De man is een boek. Huh, wat zegt hij? Dat is altijd, hè? Nooit niet goed luisteren, die mannen, hè, als ze in de rol zitten. Ik zeg, we vliegen boven België. En als je naar beneden kijkt, zie je het atomium. Oeh, dan gaan we verder in dat boek. Maar goed, vliegen we weer een stukje verder. Weer die gezagvoerder. Hij zegt, vlieg op dit moment boven Frankrijk. En als je naar beneden kijkt, zie je de Eiffeltoren. Huh? Wat zegt hij? Ik zeg, Frankrijk, de Eiffeltoren. Weer een stukje verder, die gezagvoerder. Als je nu naar beneden kijkt, dan zit je in het stadion van Real Madrid. Huh? Wat zegt hij? Ik zeg Spanje. Ja, ik ben er een beetje vervelend van, zal ik maar zeggen. Hè? Weer een stukje verder begint die gezagvoerder weer te praten. Zegt de vlieger op dit moment boven Afrika. 70% van de bevolking heeft hier aids en 30% heeft TBC. Huh? Wat zegt hij? Ik zeg, Afrika, als je hier naar de vrouwtjes toe wil, moet je er eentje nemen die hoest. Ja, kom zeg. Zeer de kans dat die de mannen bij mij kunnen volgen, is getiteld, hoe kun je dingen vinden? Ik heb ook een speciaal hoofdstuk aangeweerd, zoeken zonder vloeken. Dit is geen op een of andere manier moet er eerst godslastering plaatsvinden, alvorens ze vragen wat ze zoeken. Hoef ik niet voor te doen, denk ik. Dit is een nette avond vanavond, hè. Ik zeg bij een stiekem mijn man, hè. Ik zeg als er een winkel zou bestaan, waar ze hersens zouden verkopen, dan zijn die van de vrouw de helft goedkoper. O ja, waarom? Ik zeg, die zijn al gebruikt. Cursus 8. Die je beneden te volgen, is getiteld lege melk pakken, koelkast of prullenbak. Misschien ook zo het moeilijkste ding. Overigens, dames, je kunt de man ook op een andere manier aan het klussen brengen. Zo ben ik een keer op een warme zomermiddag naar mijn buurvrouw toe gelopen. Ik zeg, buurvrouw, als je toevallig vanmiddag even een half uurtje tijd hebt, zou je dan toch eens in de tuin willen gaan leggen. Ja, zeg ze, waarom? Ik zeg, nou ben ik zeker dat mijn man het gras gaat maken. Ja. Negende cursus die ze bij mij kunnen volgen, is bloemen meebrengen doet geen pijn. Ja, dat is ook gewoon een kwestie van oefenen. En je rijdt hier langs de bloem is, trek wat geld uit hun portemonnee en dan moet je een bloemtje aan het vrouwtje geven. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, niet overal zijn de relaties te lappen, zal ik maar zeggen. Zo zat er eens een keer een man bij mij op cursus en die zegt 20 jaar zijn mijn vrouw en ik gelukkig geweest. Ik zeg, ja, en toen? Hij zegt, ook toen hebben we elkaar leren kennen. Schrijnende gevallen zijn dat, zeg. Maar ik laatst ook een schrijnend geval dat ik tegenkwam, was mijn eigen vriendin. Ik zeg, goed meid, wat is er? Het gaat niet goed. Nee, zegt ze. Ze zegt, ik wil weg bij mijn man. Ik zeg, weg bij je man, maar wil je weg bij je man? En dan zegt ze, mijn man wil alleen maar seks. Ik zeg, oh. Ik zeg, vier vrouwen zullen anders erg tevreden zijn. Nou, dat is dan het probleem, zegt ze, dat zijn ze ook. Ja. Bij ons thuis is overigens ook wel wat, hoor. Ik sta je zo te vertellen, maar bij mij rammelt het ook wel eens het huwelijk, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld gisteravond was mijn man zo kwaad dat hij weigerde om te koken. Ja. Toen ben ik op de bank gaan zitten en zitten lachen, totdat hij kookte van moeder. We hebben heerlijk gegeten. De tiende cursus, en tevens de ene laatste, die de heren mee kunnen volgen, is vuile vaat. Het vliegt niet vanzelf in de vaatwasser. Ja, die vind ik ook zo typisch. Mochten de mannen dan zeg maar bereid zijn om dan iets van de tafel op te ruimen, dan doen ze alleen de rotzooi verplaatsen, zal ik maar zeggen. Dan pakken ze het daar op en zetten ze op het aardig weg, maar dan moet het volgens nog in die vaatwasser.
Dat begrepen ze ergens niet, maar dat geeft niks. Ik leer ze dat allemaal. Ik moet eens denken. Dan moet ik eens denken aan mijn allereerste vriendje wat ik had. Dat was een heel erg fout vriendje. Zeg maar op de eerste avond dat we gingen daten, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Toen bracht hij mij thuis. Na een best gezellige avond. En hij kwam steeds dichterbij, heel romantisch. En hij kwam met zijn mond steeds dichter bij mijn oor. En hij zegt, ik zoek naar de juiste woorden. Ik zeg, dan wat je nou aan het zoeken bent, kun je niet vinden. Ja. Dat is overigens, echt een fout vriendje. Hij had ook een motor. Ja, daar heb ik niet gezegd dat mannen die motor zijn bij een klein fout vriendje heen. Om het te goed, ik ben ook nog op mijn gemak naar huis doen, vanavond zou ik maar zeggen. Hij had een motor en ja, die vond hij eigenlijk veel belangrijker dan alles op de wereld. Dat is belangrijker dan mij. Hij was daar zo zuinig op, die had in alle tijden een potje vaseline in zijn motorjas zitten. Vooral als het dan buiten begon te regenen, dan begon hij alles te poetsen waar die motor zat, zodat het niet moest weg waren. En mijn moeder, die had dat wel een beetje in de gaten dat het een fout vriendje was. Maar die wilde ook de beste beentje voorzetten, dus die heeft hem toen gevraagd om hier bij ons te komen eten. Moeder echt de hele avond in de keuken, heel middag in de keuken gestaan, echt waar. En goed, s'avonds eten, lekker gezellig. En toen op een gegeven moment mijn vader, die had dan iets minder charme, zou ik maar zeggen. Dus die zegt op een gegeven moment, zo, het was lekker. Die zegt maar, ik was niet af. Ik heb de hele dag hard gewerkt op het werk. Ik was niet af. Ja, zegt mijn moeder, ik heb de hele dag daar in de keuken gestaan, dan zal ik er ook nog even gaan afwassen, zie ik. Nee, het is goed. Ja, waarop ik zeg, ja, hallo, nou is eindelijk mijn vriendje hier een keer, en dan zal ik gaan afwassen, zie ik. Nou, zegt mijn vader, dan heb ik het goed gemaakt. We blijven hier aan tafel zitten en eerst best die zijn mond ook doet, die zijn beurt. Maar ja, goed, daar zitten we. Zo'n gezellige avond moeten worden. Mijn vriendje, natuurlijk een beetje brutaal. Die begint zo wat aan mij te friebelen en te frunniken en van het een kwam het ander. En zo kwamen wij eigenlijk op de tafel te liggen met alles op en eraan, zou ik maar zeggen. Ja, mijn vader zit erop te kijken. Ja, die zegt niks. Antwoord, ja, afwassen. Nou ja, goed, ben je klaar? Ik ga weer zitten. Begint hij met een potje aan door, ook nog aan mijn moeder, zeg. Zelf een laken in pak. Maar ja, ik zit daar goed te kijken. Ja, ik denk, Fred mag zeggen niks, anders kan ik jullie afval gaan doen. Dus op een gegeven moment klaar. Begint buiten te regenen. En je rent naar zijn jas, ik trek een potje vaseline op mijn vader. Goed, nee, ik mag er af. De laatste cursus die de mannen bij mij kunnen volgen is getiteld Als je het niet meer weet, vraag dan gewoon de weg. Misschien ook zoiets moeilijk te zeggen. Nou kun je op één ton wel vertrouwen, maar op een tonton die stuurt je tegenwoordig ook nog wel eens het bos in, hoor. Hoewel, twee tonnen liggen overigens helemaal fantastisch. Lieve mensen, volgende week is het carnaval. De vrouwen kunnen dan lekker 5 dagen lang ongeremd op elkaar lopen, bekken en kletsen. Lekker sociaal, lekker samen zijn met andere dames die hetzelfde lot bestraft zien, zeg maar. En de mannen, 5 dagen lang wegkruipen in een hol, die we nergens anders aan denken als alleen maar feesten, feesten en nog eens feesten. En 1 tip voor de dames. Heb je mannen die dagen aan een touwtje? Niet aan een touwtje. Ah, dat kan overigens niet, want inmiddels nog sinds de draad beet geloven. Maar heb je man die 5 dagen lang aan een elastiekje? Dan komt er misschien hier en daar wel eens ook meer spanning op staan, maar ze komen altijd weer bij je terug. Dames en heren, ik wens u een prettige voortzetting en een bijzonder gezellig carnaval. Goedenavond.